girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Heel goedemiddag, welkom terug. Een nieuwe dag, nieuwe vlog. Dus zoals ik zei, vandaag gaan we naar de Pijbroek. We hebben de paraplu mee in het geval we moesten regenen. En we gaan mijn BC Manga Gamers gaan we naar Pijbroek. Dus abonneer op zijn kanaal, abonneer op mijn kanaal. En we gaan er een leuke namiddag van maken. En ja, bij deze neem ik jullie mee om naar de Pijbroek. Dus, maar kijk mensen, ik zie jullie straks. En dus we gaan vanavond waarschijnlijk weer online komen met de GTA of iets anders. Dus dan die vandaag iets vroeger online komen, zodanig dat we samen missies kunnen doen. Gisteren was ik zo moe dat ik gewoon in slaap gevallen ben. Maar we gaan ons nog een leuke namiddag maken. En met deze, ik zie jullie strakjes. En tot ziens. Zoals je ziet zijn we nu aan Dampoort. Welkom terug. Nieuwe dag. We zijn nu aan Dampoort. Dus we gaan mijn broeder ophalen. En ik hoop dat hij erop gaat zijn. Maar ik ben benieuwd waar dat is of hier niet. Ik ben nu in de station van Dampoort. Dampoort station. En we gaan hem een keer ophalen. Hè? Oh ja, nee. Daar is mijn broeder. Ik heb mijn paraplu mee voor de zekerheid. Ik heb hier een paar keer een informatie gedaan voor een abonnement. Ja? Ik heb het eerste, hè? Ja? 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 Dus zoals je ziet zijn we in het station van de Dampoort. En ja, met deze neem ik de gebied mee op bus. En dan kijk ik, ga eens keer luisteren. Ook. Oké, maar mensen, ik zie jullie later. Welkom terug bij de. We zijn bijna aan Pijbroek, maar door. Sorry voor mijn woordenschat. Voor die klotenbus! Zijn we een halve verder ontstappen. Sorry ook voor de wind. Ja, we moeten een heel stuk terug. En de BC Manga Gamer ziet niet zitten om zo'n stuk terug te stappen, maar we moeten wel. Want dat vind ik best. Maar, ja. We hebben mijn bus vastgedaan. Maar dat maakt me niet uit. De klacht is al ingediend bij de lijn via de app. En we gaan hopen dat die chauffeur was onbeleefd ook en zo. Dus tegen ons wil je niet zo beginnen. Ik heb weer respect voor de buschauffeurs. Maar ze moeten ook respect doen naar de mensen toe, like ons dan. Ze moeten gewoon stoppen aan de halte waar dat ze moeten stoppen. En die zeggen, oh, we moeten stoppen, we moeten vroeger. Ik ken al die zeven wel. Maar we gaan onze dag niet naar de kloot laten maken, dus gewoon een stukje toe terug. En we gaan ons amuseren, een motje. Doet het wel, kloot, hè? Ah. Ai. Ja, wel. Dus. Goed bevelen. Ja, trajectcontrole en al. Dus ja. Mensen, maar kijk, ik zie jullie strakjes dat we toegekomen zijn. En ik hoop als BC Manga Gamers is ook al bezig met zijn vlog aan het opnemen. Ja, nee, doe maar. Je moet daar niet voor bang zijn. Welkom best wel terug. Maar kijk mensen, ik zie jullie later. Adachi. Dus mensen, ik heb nog een leuke mededeling voor jullie. Wie dat er wil naar Pijbroek gaan. 24 en 25 augustus, we gaan er ook zijn. 13 euro voor 2 dagen. Dus we gaan er Min 15 jaar gratis. Dus
Mensen, als jullie willen gaan, laat het zeker weten dat ik kan proberen zorgen dat ik de Vespa heb. Dat is dat de eerste dat ik ga doen met de brommer. En de BC Manga Gamer gaat dan ook komen met zijn brommer. Oké, ja, het is nu nog voorlopig met zijn NBK. Maar niet wanneer dat hij zijn Vespa heeft. Zijn we al lang? Heb ik hem al langer gevraagd. Heb ik er van kunnen genieten? Ja, maar dan ondertussen weet ik ook al wat het erop zit. Ja, het is dat, het is dat. Dus mensen, willen jullie komen naar de motocross? Kom af. Hoe meer fans, hoe beter. Dus daarvoor doen we het ook voor. En NBC Manga Gamer ziet nog een beetje zitten. Ja, we zijn nog bijna dus. Ja, en hoor je die dan water zo blub blub zeggen? Oh nee. Wat heb je gedaan? Oh, en al die benzine dat zo in die tank blub 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 blub. Oh, ik zie weer uit je blub blub. Oh. Maar ja, kijk mensen, je ziet ons gebied. We zijn bijna in Puinbroek. En je ziet ons later. En een tijdje. Welkom terug, we zijn nu eindelijk op de Puinbroek geraakt. We gaan nu een mooie wandeling maken, dan ook waarschijnlijk iets kopen drinken. Iets klein voor te eten. En ja, we zien wel. We zien wel, we gaan er nog een mooie namiddag van maken. En ik ga vandaag proberen om maximaal een 10 minuten filmpje te maken. Ja, anders is het zo 3-4 minuten. Ja, max 5 minuten. Mijn hoogste video is een uurtje nu. Van GTA. Van GTA, ja. Maar sowieso ook checken. Ja, zeker checken op zijn kanaal. Ik doe iets doen. Ja. Ja, zoiets wil ik dan doen. Als ik het toekomstig lief heb. Hint, hint. Binnenkort, hint, hint. Oh, daar gebeurt ook niet veel. Oei, wat is dat? Een vlinder. Op mij komen zitten. Ja, dat brengt geluk, hè. Ik heb het op beeld, hè. Ik wil dat zien. Dat brengt meestal wel geluk, hè. Ja, heb je zin aan mensen? Ik heb een vlinder op mijn hand. Ja, dus wel ja, maar ik vind dat wel nog, het is een leuk initiatief en het is nog, het valt nog redelijk goed mee van weer ook, dus. Wat er normaal ook wel gesproken over was. Ja, ja, dus zoals je kunt zien, zijn we mooi op Puinbroek, het mooie gebied. Vind ik toch het mooiste plekje van Oost-Vlaanderen. Hoeveel mensen dan er ook al geweest zijn, maakt niet uit. Ik vind dat blijft toch een van de mooiste plaatsjes dan er bestaan. Even zo, je kunt uw gedachten. Laat zo dus een selfie trekken en kom. Ja. Voilà, selfie ook al getrokken. Zal hem nu doorsturen? Ja, dat is goed. Ja. Dus ja. Dat is echt wel. Ik kan hier zoveel mooie dingen herinneren. Heb je gedaan? Maar ja. Dat brengt allemaal. Ja, dat brengt allemaal herinneringen op, hè. Dat was het zaligste moment dat voor mij. Ja, jong. Ik heb niet altijd graag als ik naar hier kwam. Ja, hé. Ik kende mij niet meer stoten. Nee, mij ook niet, geloof mij. En dat was het Chen ook. En dan, dat wordt ons eerste uitstapje. Sowieso met de Vespa en met hun brommer. Dus. En ook onze definitieve alleen. Ja, onze allereerste uitstap dat we alleen doen. En voor het YouTube-kanaal dan ook. En voor het YouTube-kanaal, het is dat. Maar kijk mensen, ik zie jullie later. Subiet gaan we iets drinken, iets klein eten. En nu zijn we een beetje aan het wandelen. Maar kijk, ik zie jullie later en een verdutje. Welkom terug, we hebben lekker eten, we zijn nu verder aan toe met de tocht. Brian heeft een smosje, ik heb een smosje gegeten, Brian heeft een broodje ham gegeten. Kaas. Ja, broodje kaas, sorry, foutje van mij. En we hebben nog een lekkere cola gedronken ook. Ja. Maar kijk mensen, hij is ook nu aan zijn vlog aan het werken. En ik ben ook in beeld bij zijn vlog. En maar we zijn nu ook bootje varen. Ja, binnenkort gaan we ook hier bootje varen en een fietstocht gaan we ook een keer doen. We gaan nog van alles doen. We hebben zoveel plannen. Ja. Dat we nog niet prijs gaan geven. Nee. We hebben alles als één plan dat we zeker willen doen. Maar dat plan gaan we nog. Even zwijgen. Dus mensen,
En volgende week maandag heb ik ook weer nieuws over het feit van de brommer dat ik mij wil kopen. Dus. Ja, ik ben altijd sneller op de hei. No way. Niet altijd. Oh jawel, mijn vlog was eerst online, kut. Wie ziet. Sorry voor mijn woordschap. Wie ziet er dat kind te spelen? Ik hè. Ah, dan ga ik het niet. Ik ben concentreerd, dus ik moet wel. Gewoon tijdens de game moet je dat online zetten. Ik heb dat ook gedaan. Ja, maar ja, zo professioneel ben ik nu ook niet, hè. Het nu een goed programma daarvoor, hè, kut. Ja, ik heb een nieuw programma. Zoals jullie zelf gezien hebben in de vlog van gisteren, heb ik een nieuw programma ontdekt door Jumbo Vlogs trouwens. Eigenlijk moest ik dat al geweten hebben, want ik ken veel van computers en kijk, dat wist ik totaal nu. Amateur! Maar al, zoals jullie gezien hebben, de letterstijl in het begin of in de video, denk ik, is helemaal anders al nu. Het is ook nu de link bij Jumbo Vlogs. Ja. We gaan toch een beetje dezelfde richting moeten opgaan, dus we moeten ook een beetje in de stijl blijven van elkaar. Uh-huh. Ja, maar inderdaad. Er gebeuren nog veel shit binnenkort. We gaan binnenkort hier ook komen om te fietstocht, bootje varen. We gaan dan nog plannen om te kamperen, keer misschien. Ja, we kunnen hier kamperen. Dus, zoals het horen, we hebben plannen. Eigenlijk, ik heb James nog niet over besproken dat over dat kamperen nu. Nee, dat is... We hebben volledig over iets anders besproken gisteren. Ja. En er komt heel leuke dingen aan. Ja, geloof maar ons maar. Zoals de BC Manga Gamers zegt, altijd de leukste momenten gaan hij beleven met Jumbo Vlogs, met BC Manga Gamers. En abonneer zeker op zijn kanaal. Abonneer ook zeker op zijn kanaal. En op mijne, zeker. Dat mijn ook zeker. Maar kijk mensen, ik zie jullie later en een verdetje. Welkom terug. We zijn nu op de richting de uitgang aan het gaan. We zijn nog, het park is mega groot. Het domein zou ik zeggen. En geniet het ervan, bro. Ja, het was eindelijk een keer tot ontspanning. Ja, meer hebben we niet nodig, hè. Zo'n keer genieten. Gewoon een keer de rust nemen dat je nodig hebt, de mentale rust even. En we zijn nu op weg richting de uitgang. We zijn op ons wachtstukken aan het stappen. En we gaan dan op het wachtstukken naar Gent, wat er een bus hier is. En dan op het wachtstukken naar Gent. Kijk, zoals jullie kunnen zien, de Jumbovlogs is mij aan het vloggen. Ja, inderdaad. En hij is mij aan het vloggen. Ja, maar we hebben ook veel plannen weer al. Ja, maar ik denk dat de volgende week of zo ga ik een keer een weekendje gaan kamperen hier op Puinbroek. Volgend weekend, ja. Oké, mensen, volgend weekend zoals we volgend weekend gaan we sowieso gaan kamperen. Dus ik ga kijken voor een tent. Ja, en ik ook. Kijken voor een tent. Maar ik ga een oproep doen. Morgen zijn we bij mijn moeder, ik ga het een keer vragen. Oké, en ik ga het vragen aan mijn moeder, dus voilà. Dus. Morgen is de Q&A, dus alle vragen het. Ja. Morgen is inderdaad de Q&A. Dus stel zoveel mogelijk vragen, mensen. Hoe meer, hoe beter. Hoe meer, hoe beter dus. Ik ben een mega grote fan van Jake Paul. Jake Paul gang. Hè? Jake Paulers. En maakt niet uit. Maar ik daag u wel een keer uit. In de toekomst daag ik u wel uit. Waarschijnlijk met atletiek. Ik denk dat je sneller zit. Nee, ik denk dat niet. Dus, ik ben de snelste. Ik ben de snelste. Dus mensen, ik zoals jullie horen, ik daag Jake Paul uit. En ik ga de uitdaging doen tegen James binnenkort voor iets leuks. James, ik daag u uit. Voor de Ice Bucket Challenge. Ice Bucket Challenge, oké, is goed. Ik doe mee. Uitdaging aanvaard. Uitdaging is aanvaard, mensen. Dus dat komt ook op YouTube. Ja, sowieso. Oké, maar wanneer gaan we hem doen? Oh, zo rap mogelijk, hè? Zo rap mogelijk. En we gaan toen met extra ijsbloks. Zo ook nog een keer. Ja. Dus. Nou, hoor echt toch. Wij gaan nu echt wel terug op de terugweg. We gaan ons niet haasten, natuurlijk. Kijk, want hier gewoon... is ook nog die stuk van die. Ja. We gaan op weg naar op ons maxje. Zoals jullie kunnen zien, mm-hmm. Is het park. Kunnen we hier helaas niet meer op, dat het gewoon. Bloemenpark was, maar het is toch gerenoveerd, zoals ze zien. Gerenoveerd naar een avontuurlijke avonturenpark. Avonturenpark. Dus daar is ook alweer op. Dus, mensen, ja, gaat de opening zijn. Dus we gaan ook nog mededelen dat er
En een motocross, 24 en 25 augustus is er een motocross event. En we gaan volgende week, volgend weekend, gaan we naar hier komen ook. Voor de kamperen. Dus we gaan dan ook, het gaan ook leuke dingen gebeuren die dag, die weekend. En, maar mensen, maar kijk, ik zie jullie later. En een partijtje. Welkom terug bij de... We zitten niet te wachten op bus, samen met BC Manga Gamers. Nee, joh. We zijn niet aan het wachten op bus, we gaan subiet op ons gemak naar huis. Eerst nog met iemand afspreken. Maar ja, ze wil niet graag in beeld komen. Misschien zijn we wel mee gaan kamperen, het is een zij trouwens. Dus we gaan haar nog niet vernoemen. Dus we gaan het wel zien tijdens de kampeersessie hier in de Puinbroek. Dus, en wat vond jij daarvan, Motje? Ah, wel, een heel leuke dag en een geslaagde dag. Ja. Veel we hebben veel gewandeld. We hebben in totaal 6 kilometer gewandeld tot nu toe. Ja. We hebben er 2 uurtjes over, allee, ja, zeg maar, ja, 2 uurtjes. Ja. Over gedaan en ja, we gaan dat meer doen. Ja, het is ontspannend ook. Dus we gaan zeker alleszins die kampeersessie doen hier. Waarschijnlijk volgende week misschien. Waarschijnlijk volgende week al. Het is een van de situatie. Ja. We gaan dat wel regelen. We gaan dat wel dus, updaten. Ja, we krijgen daar wel een update voor. We gaan eerst alles zorgen voor materiaal en zo. En, maar kijk mensen, bij deze abonneer op Busy Manga Gamers, abonneer op mij. Morgen nieuwe dag, nieuwe vlog. Morgen is de Q&A trouwens. Morgen is de Q&A. Dus voor nog de eerste keer al. Laat zoveel mogelijk vragen achter. Bij BC Manga Gamers, bij mij. Dus stuur ons privé op Facebook, op Snap, op Insta, op WhatsApp. Stel dat jullie niet vragen gesteld hebben op te weinig, gaan we zelf. Ja, de vragen. Ja. Gaan we zelf iets verzinnen om toch wat. Ja, inderdaad. Te doen. Q&A van onszelf dan. Ja. Wat zijn? Ja. We zien wel. Dus, maar kijk mensen, ik zie jullie morgen. Zeg je ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Dus, en een verdijtje.